Dit is het Omroep Tilburg Nieuws van vrijdag 30 juni met vandaag. Studenten en kinderen samen aan de slag voor mooiere wijk. Studenten die kinderen helpen om de buurt een stukje mooier te maken. Dat is de bedoeling van Stichting MOVE, dat sinds kort ook in Tilburg actief is. Op basisschool De Lochtenberg vond vrijdag de afsluiting plaats van een van de eerste projecten. Een sportshow voor leerlingen van vluchtelingenschool De Sleutelbloem. Ja, wij koppelen kinderen uit minderbedeelde wijken aan studenten. En ze gaan een kortdurend project aan van 3 tot 6 maanden. Waarin zij zelf de wijk ingaan en iets moois gaan doen voor de wijk. En deze kinderen van de basisschool De Lochtenberg uit groep 8B hebben bedacht. Ze willen een sportshow organiseren met een streetdance clinic en gezonde hapjes. Want dat vinden zij erg belangrijk. En dat doen ze niet voor zichzelf, nee, dat doen ze voor de vluchtelingenkinderen van De Sleutelbloem. De studenten spelen een begeleidende rol in het geheel, want de hoofdrol is toch echt weggelegd voor de kinderen zelf. En zij vertellen wat zij mooier willen maken aan de wijk. Dus de kinderen bedenken echt het project. Het is niet wij komen met een idee en de kinderen voeren het uit. Nee, de kinderen gaan zelf bij een aantal sessies dat studenten op school komen, gaan ze met de kinderen de wijk in. En gaan ze kijken wat vinden we mooi en wat vinden we nou niet zo mooi in onze wijk. Zo was het ook op deze school bijvoorbeeld. Veel afval op straat. Nou, daar wilden de kinderen wat aan doen. En ze hebben de prullenbakken versierd om de prullenbakken meer op te laten bevallen bijvoorbeeld. Dus zo gaan ze overal in de wijk kijken wat ze mooier willen maken. En dat kan tastbaar zijn, maar dat kan ook iets zijn in de vorm van een sportshow dus. De stichting wil in de toekomst graag uitbreiden naar andere scholen, zodat ook daar de kinderen voor hun wijk aan de slag kunnen gaan. Ja, de komende maanden gaan wij ook naar naar Panterij, de Don Sarte locatie. Dat is in Zuid-Tilburg. Dus we verspreiden ons steeds verder en willen eigenlijk het liefst op alle scholen straks in Tilburg actief zijn. En dan nog het weer. Komend weekend koelt het enigszins af naar 20 graden op zaterdag en 1 graad warmer op zondag. Vooral de eerste dag van het weekend gaat het in de ochtend en middag flink regenen en zondag kun je nog wat lichte buien verwachten. Dit was het Omroep Tilburg Nieuws van 30 juni 2017. Voor ons gaat nu de zomerstop in, maar hou zeker onze website en Facebookpagina in de gaten. Vanaf september zijn we er weer, dus Omroep Tilburg wens je een fijne vakantie toe.